Ja, welkom op de Honda CB Day. Een dag die in tegenstelling tot wat daarna misschien doet vermoeden, niet alleen maar geschikt is voor mensen die een Honda CB hebben of bezitten. Nee hoor, deze dag is er speciaal voor om alle motorrijders en natuurlijk helemaal motorrijders die iets hebben met het merk Honda, om daar een hele leuke, gave dag voor te organiseren. Nou, zoals je achter me kunt zien, het is al aardig druk. Wat is er allemaal te doen? Je kunt er naar de kapper, je kunt er naar de motorrace kijken, je kunt er heel veel broodjes hamburger eten. Je kunt ook vooral kijken naar nieuwe Honda CB's, maar ook naar hele oude Honda CB's. Nou, kom maar even mee, dan gaan we even een kijkje nemen. Moet jij niet naar de kapper? Ik? Nee, absoluut niet. Ik spaar me aan, maar mijn kapper is dood. Ik heb toch het idee dat jouw vrienden daar heel anders over denken. Nee, vandaag niet. Kijk, ik bedoel, dit is gewoon een kapsel. Ja, dat is wel beter als hem. Ik vind, Goedemorgen allemaal. Staat er wat voor je tussen? Oh, alles. Dat is mooi, hè? Ja, dat zijn er ooit maar nieuwe horen. Dat zijn de schoenste dat er gebonden zijn. Nou heb ik het idee, je bent natuurlijk nog een hele jonge gozer, maar dit is wel een beetje uit jouw tijd misschien, of niet? Ja, ik zeg het. Dat is mijn tijd, dat waren de mooiste dat er gebonden zijn. Ja? Ja. Als je er nou eentje mocht uitzoeken, welke zou het dan zijn? Moet je niet ver zoeken, hè? Die gouden, hè? Een CB7,5K0, dat is gewoon het origineel. Ja. Dat is... Dat is de motor dat Honda groot gemaakt heeft. Dat Honda gemaakt is wat dat Honda nu is. Nu is er op het Honda-evenement ook een fotoboot. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Heren, mag jullie wat vragen? Oei. En dame, jullie zijn net de fotoboot in geweest, maar wat gebeurt er allemaal? Ja, we nemen gewoon een foto van onszelf. Ah ja, gewoon een foto. Maar wat zijn dat voor foto's? Oh, een beetje grappige foto's. Moeten jullie nog naar binnen of, komen jullie, of gaan jullie net we weg? We moeten nog naar binnen. Oké. Waarom komen jullie hier vandaag? Om motors te zien. Nieuwe Honda? Oude liefst. Ja, die heb ik ook al zien staan. Gaan jullie ook nog even proefrijden op nieuwe Honda? Ik niet. Nee. En misschien deze mevrouw? Ik ben maar opzitter. U bent maar opzitter? Ja, maar zonder een opzitter doet een motorfiets vrij weinig hoor, kan ik u vertellen. Oké, dankjewel. De tweede zit dan. Precies. Maar u heeft geen rijbewijs zelf? Jawel. Maar nog geen motor? Maar geen motor. Ja, dan. Met de auto. Maar dan zie ik mogelijkheden hoor. Voor vandaag kunt u alvast even wat dingetjes gaan uittesten. Staat hier vol? We gaan eens zien. Ja. Ik hoop dat de dikke portemonnee ook mee is, of niet? Vandaag niet. Ik zie iemand heel zenuwachtig worden nu. Nee, toch niet. Toch niet? Dat is mijn normale gezicht. Goedemiddag samen. Hoef niet te schrikken. Ik ben het maar. Het is goed volk. Hey, heb je dit een beetje naar je zin vandaag op de Honda? Jawel. Ja? Ja. Zolang je niet al te hard hoeft te schrikken, gaat het best goed. Hey, en gaan jullie vandaag nog een Honda uitzoeken of nog een Honda rijden? Of, misschien hij nog even op een Honda rijden. Wij gaan nog maar rondkijken gewoon. Nou, gezellig. Op welke Honda ga jij nog rijden vandaag, denk je? Ik moet nog eens kijken, want er stond wel een mooie 300 cc, dus die misschien wel. Ja, en die Monkey moet je ook even doen, toch? Ja, dat ziet er ook wel leuk uit. Oh, echt, hè? Zeker. Waarom komen jullie hier vandaag? Is het voor de sfeer of gewoon om even wat te proeven? Ik ga namelijk ook met de Honda rijden. Okay. En wat voor Honda rij je zelf? Goldwing. En dan is het zo, gaat u voorop en gaat uw man achterop? Nee, helemaal niet. Maar waarom dan niet? Ik mag niet. Oh. U heeft geen rijbewijs nog? Jawel, ik heb wel een rijbewijs, maar ik mag niet meer rijden. Oh. Maar dat is omdat hij het zegt, of niet? Ja, dat is inderdaad omdat hij het zegt. Maar toch nog wel een beetje werk aan deze relatie, hoor, meneer. Dat gaat zo niet goed komen, natuurlijk. Dank je. Goedemiddag, heren. Zo. Jullie dachten, het is een mooie zondagmiddag, gaan dus even lekker tv kijken. Ja, ook, onder andere. Ja. Dus kijken naar daar en dan hier zo eens een klapje doen. En wat voor Honda rijd jij? Een Honda CB 125. Oh, dat is wel... 1972. Echt waar? Ja. Wat een gaaf ding. Ja. En daarmee ben je vandaag een kleine 600 kilometer komen rijden om hier aanwezig te zijn, of niet? Ja, ongeveer. De Super Cup, die heb ik ook nog getest. En over testen gesproken. Je kunt hier niet alleen maar kijken naar nieuwe Honda's, maar je kunt hier ook gewoon testrijden. Honda's heeft een hele testvloot meegenomen. Dus iedereen die er is, die kan zich hier inschrijven en een lekker rondje gaan rijden op een nieuwe Honda.
Je gaat dus een proefrit doen? Ja, lijkt me wel leuk. Op een huizen monkey? Ja, er staan hier zoveel duizends. Je rijdt in groep. Waarom zou je dan ja, die grote pakken? Daar zet je nog, toch niets mee. Ja, maar dit is ook superleuk rijden, kan ik niet ook. Lijkt me wel leuk. Ja. Okay. Jullie zijn hier klaar voor een testrit? Yes, inderdaad. En wat gaat het worden? CB1000R+. Verdorie, zeg, dat is een rappe machine, jongen. Ja, klinkt hevig, hè. Ja, hier niet meteen die haven in rijden zo, hè. Nee, ik hoop dat ik niet in het water beland. Nee, nou, rustig aan. Komt in orde. Wel een beetje pret maken naar mij. Sowieso, altijd. Ja. En wat gaat het voor jou worden? Ah, wel, voor mij is een CB1000R. Verdorie, en een paar hele gave kleuren zie ik, hè. Ja, het valt allemaal heel mooi mee. Als jij deze nou leuk vindt en hij bevalt, gaat hij dan mee naar huis? Ah, wel, spijtig genoeg niet, maar ik zal het toch wel later overwegen met de vrouw om daar eens werk van maken. Ik zou zeggen, heel, heel erg lief gaan zijn voor de vrouw. Is dit nu typisch een kwestie van droog oefenen? Ja. Want ik begrijp dat jij dus degene bent die op deze machine gaat rijden. Niet echt. Waarom niet? Want hij staat je prachtig. Omdat je rem bent. Maar je hebt nu nog geen rijbewijs, maar dat gaat snel komen, begrijp ik. Ik hoop het. Ik hoop van wel, persoonlijk. Ja. Maar jij ziet er ook niet verkeerd uit zo achterop. Nee, het ziet er heel comfortabel. Heel ja? Comfortabel. Ja, leuk. Rebel, hè. Ik vind dat charme hebben. Tot zover de CB Day 2019. Een supergeslaagd evenement en volgend jaar zeker weer.